welkom bij een nieuwe video. Ik weet dat het alweer een tijdje geleden is, maar vandaag ga ik dit testje pakje openmaken en proberen. Dit is een setje die mijn vriendin heeft meegenomen uit Japan en ik ben echt super benieuwd. Het is echt met allerlei stapjes om te maken en zo. Dus dit wordt leuk. Zo, alles zit hier mooi in. Wel leuk detail vind ik, zo met dat mesje en het bordje. Ik wou dit mooi gaan openmaken, maar dat is dus niet meer mogelijk. Dat is wel jammer, want er staat waarschijnlijk zo uitleg op die achterkant. Dit zit er allemaal in. Dit zakje om een spuitzakje van te maken. Allerlei andere zakjes. En goed. Zet je met hier een panda. Een bloemkool, een inktvisachtig iets en zo. We gaan maken. Eerst moet ik het groene zakje maken. Het groene zakje doe je volgens mij in de bloemkoolvorm. En daar ga je water gaan bij toevoegen. Het ruikt wel zoetig, vind ik. Waterbakje afkraken. Als dat lukt. Of moet je het afknippen, dat kan ook. Dat ging dus een keer beter. Nu ga ik het waterbakje helemaal vullen. Zo. En nu gaan we het proberen in de broccoli vorm te doen. En volgens mij moet ik nu roeren. Geen idee welke consistentie dit moet hebben. Of dat het de juiste consistentie is, of dat dat zo iets meer jelly moet zijn. Oké, dat is geroerd. Nu gaan we dit hele zakje in deze lange ding doen. En nu gaan we daar weer een bakje water bij toevoegen. Oeh, dat is misschien een beetje heel veel water. Zo. En nu gaan we ook weer roeren. Hè? Dit ruikt citroenachtig. Er zit zowel weinig in, want de tekening leek dat bakje echt helemaal vol. Zou ik er zo'n klein beetje water aan toevoegen? Zijn we daar even? Het zakje is voor de inktvis. Rozig poeder. Eén bakje erbij. Ik ga het blauwe zakje eventjes hier doen.
Volgens mij is dat voor de sushi set. Dit is een heel andere consistentie als je het hoort. Het is meer kneedbaar en vast. Dat is ook de bedoeling, volgens mij. Want hier moet je die driehoek van maken. En de panda. Daarom moest je die verpakking mooi open doen. Omdat je hier eigenlijk die template hebt. Hij heeft zo'n super raar gevoel. Oké. Ik weet niet waarmee ik het kan vergelijken. Ik weet wel dat ik dit wel moet rollen. Ik ben een bolletje kwijt. Oké. Is het ongeveer de grootte van een panda oor? Ja, maar het is wel niet echt rond. Panda. Het is echt zo'n rare consistentie. Ja, dit is het ongeveer wel. Panda. En driehoek. Achter de sushi. Hopelijk lukt mijn panda gezichtje beter. Ik weet zelf niet of dat zo is. Ik moet daar. Nee, helemaal panda. Oeps. Je moet die bolletjes zijn makkelijk, want die mag je daar gewoon helemaal in rollen. Voilà, een stuk makkelijker. Ik ga proberen een nieuwe bal te maken, want ik wil dat panda face echt beter lukt. Ik ga misschien een klein beetje meer uitkanten doen, want ik heb nog zo'n klein beetje stukjes over. Voilà, en nu kan ik die mixen met het. Nee. Nu kan ik dat gebruiken om te rollen. Panda face will work better. Oké, toch niet.
ga je eventjes wat ik gemaakt heb al op mijn bord leggen. Nu volgende. Dit zakje. Een beetje water. Weer één cap. Dat is iets te veel. Oké. Ah. Ik heb te veel water. Ah, shit. Er mocht maar één cup in. Ja, dit goedje is verpest. Nu heb ik nog twee zakjes over. Dit zakje. En dit poeder. Dit poeder. In het zakje te doen. Met nu wel twee bakjes water. Even kijken of dat het recht gaat staan. Yes. Nu twee bakjes water vullen. Zo, gaan we een bord hier al terug leggen. Oké, sommige mensen vinden dat super smal. Bij mij is dat gewoon een rond hoopje brei. Hetzelfde als mijn bordje. Voilà, mijn hoopje brei. En nu zou ik moeten deze hoopjes brei er kunnen uithalen. Dit is eigenlijk wel nog zo wat hard geworden. Toch geprobeerd te rollen. Dit voelt zo raar. Zelf met twee cups water is dit in orde gekomen. Nu slikken een hakbal. En de hakbal mag in de spaghetti saus. Dus alleen mijn octopus is grandioos mislukt, maar nu lijkt het een beetje op koffie. Ja. Vinden jullie van deze Japanse snoepreset die ik gemaakt heb tot een smerige brei? Goed, goed, heel goed. Wil ik dit nog doen? Mijn vriendin gaat namelijk terug naar Japan en als jullie willen, kan ik vragen of ze nog één meeneemt. Dit is namelijk de Pop'n Cooking DIY Lunchbox Set. En zo ziet hij eruit bij mensen die wel talent hebben. En zo ziet hij eruit bij mij. Dit voelt dus eigenlijk een snotje.